Wat gaan jullie geven om een knallend einde te geven aan het Cultuurkuur Festival? Nou, Bob, zeg, nou, geef ons schijnbewapen. Ik zou nu nog even wat foto's maken van het podium, want dat is Het is dadelijk weg. Het is dadelijk weg. Sterker nog, het gras, ik zag dat het gras niet gemaaid was. Dat is dadelijk ook helemaal gemaaid. We staan hier in de kleedkamer. Laatste. Ah, kleedkamer. Oh, sorry. Hallo, oké, take 2. Sorry. Zeus, wat voor muziek maken jullie? Rockmuziek. Rockmuziek. Stevige rockmuziek. En jij bent de leadzanger en wat doe jij? Gitaar. Gitaar. Oh, daar speel ik bas natuurlijk. Jij speelt bas. Wij wel bas bij. En de drummer die natuurlijk nu de boel aan het opbouwen is. Ja, oh, daar heb je de drummer. Nou. Hey. Van een driemansformatie gaan we naar een viermansformatie. De drummer. Paul. Hoe is het om in de band Zeus te spelen? Vermoeiend. Vermoeiend. Nee, super. Super leuk. Even super. Anders, we spreken die naam eigenlijk nou uit. Want wij zijn Zeus. Toch wel, gewoon ja. Engels. Gewoon meerdere dierentuinen. Meerdere dierentuinen. Zeus. Zeus. Maar heb je iets aan je ogen? Je knijpt hier zo erg dicht. Heb je het wel eens geprobeerd? Ja, ja. En of ik nou geprobeerd. Komt het. Kijk hier. Kom eens even hier. Vakmanschap, hè? Ja, ik zal het laten zien en dan komt ie. Hij loopt nog, hè? Nou, jongen, je staat in beeld. Onze cameraman, Tali Weiland. Ik ga gewoon op deze manier interviewen. Wat vind je nou van om zo'n klein festivaletje te spelen? Spelen je op veel kleine festivals? Wat ik daarvan vind om op zo'n klein festivaletje, volgens mij valt het er wel mee. Ja, relatief klein. Relatief klein. Je bent nu de eigen festival aan het afzeiken. Ik vind het een beetje een raar interview. Nee, ik wil het omhoog poppen. Maar jij moet even die boost geven, zeg maar, dat wij volgend jaar van de gemeente extra subsidie krijgen. Maar zou jij dan jouw vraag, zeg maar, in mijn antwoord kunnen verwerken? Nou, dat was heel moeilijk. Misschien dat Nick dat kan. Nick. Het antwoord is, gewoon van de vraag is het antwoord het duidelijkst als de vraag niet al te duidelijk is. Nick Roemaat, we maken even een einde aan. Hij doet de percussie. Percussie en maakt het aan het einde van elk nummer zo. En hij is gek op de vrouwtjes. Ja. Ja. En de vrouwtjes, niet op Hengen, maar daar trekt hij weer niks van aan. Trekt hij zich helemaal niks van aan. Wie is je zus? Waar heb je nou? Waarom ga je nou over je zus hebben tijdens dit interview? Zij is mooi. Zij is echt mooi. Ja, maar die hebben we thuis gelaten. Is dit je zus? Nee. Is dit je zus? Ja. Nee, moet. Wat gaan jullie ons geven in de laatste show? Keiharde anale seks. Liedjes. Songs. En condooms, gratis. Gratis condooms. Cultuurkuur 2009 loopt een einde. Zeus gaat het festival afsluiten. Tot een knallend einde. En we zien elkaar volgend jaar terug. Thank you.